Hallo daar, het is Tom de Kok. Je kent mij misschien wel als uh, gewichtheffer, als radiomaker of als schrijver van behoorlijk fantastische boeken. En als ik dat kan, dan kan jij dat ook. Dit is de start van de One Page Challenge 2023. De One Page Challenge is echt super simpel. Eén. Ik lees zo meteen één bladzijde voor uit het boek dat ik nu aan het schrijven ben, Lili 3 Staal, dat in augustus in de winkel ligt. 2. Jij schrijft een vervolg op dat fragment van precies één bladzijde lang. Alles kan en alles mag, je moet alleen tussen de 11 en de 17 jaar oud zijn. 3. Je wint één van de zotte prijzen. De hoofdprijs is... Hou je vast? Een gloednieuwe laptop om al je toekomstige boeken op te schrijven. Boeken van Lily voor de hele klas en ik kom ze persoonlijk brengen. Ja, dat is een dreigement. Je kan voor 500 euro duurzaam en lokaal gaan shoppen bij JBC en je verhaal wordt achterin dat nieuwe boek Lily 3 staal op duizenden exemplaren gedrukt en verkocht. Roem. world domination. En als ik zeg, alles kan en alles mag, dan meen ik dat ook. Om die bladzijde vol te krijgen, mag je grote letters gebruiken, kleine letters. Maak er een rap tekst van. Schrijf het in een andere taal. Zet het vol schrijffouten, expres of per ongeluk. Telt allemaal niet. Zolang jouw fantasie, wat er hier in je hoofd zit, maar op dat blad terechtkomt. Daar oordelen we op. En op niks anders. Oké, okay, hier komt de allereerste bladzijde van Lily 3 Staal. De tekst staat ook online, dus daar kan je hem nalezen. De appeltaart onder de stoop staarde hem aan en Nul Evans staarde terug. Hij wachtte rustig zijn beurt af, pulkte afwezig aan de rafelige boodschappentas, wiebelde wat heen en weer op All-Stars waar je zijn linkerdikke teen doorheen kon zien. Tiha, wat zal het zijn? vroeg de jonge bakkersvrouw bars aan de klant voor hem. Tiha, een schraal scharminkel van een meisje, deed alsof dat geen idiote vraag was en bestelde een brood. In het rek achter de bakkersvrouw lagen acht broden. Verder was er geen andere koopwaar in de winkel te bespeuren. Op die ene appeltaart, onder de stolp na. Hoog op de groezelige toonbank, van gebarsten glas. Het houten meubilair, de spiegel aan de muur, de vergeelde poster die een margarinemerk aanprees, dat al een eeuw niet te verkrijgen was, alles in de bakkerij zat onder een laagje stof en vet en zag eruit alsof het al meermaals uit elkaar gevallen en weer hersteld was. Maar niet die appeltaart, nee, nee. Die glansde van rijkelijke malsheid, die blonk van zoete extase. Het was zo'n dikke cake, waar de schijfjes fruit goudgeblakerd doorheen gloeiden. Met chirurgische precisie in parten verdeeld en uitgestald op een kristallenstandaard als een exclusief kroonjuweel. Buiten Tiha en Nul waren er nog twee jonge mannen die achter hen druk in gesprek waren. Kijk jij vanavond naar de zalving van de nieuwe elder? Tuurlijk, zo'n gelukszak wil ik zien. En jij? Ik weet het niet, het is zo. zo zielig. Zielig? Zo. zo eenzaam, zo oud. Tiha kreeg ondertussen haar brood. Schoof wat vuile muntstukken over de toog en ritste haar jas dicht. De deur siste. Nul Evans vulde de vrijgekomen ruimte voor de kassa. Hij veegde een lok sluikbruin haar terug achter zijn oor. Zijn hele uiterlijk toeterde: Goede genen, goede genen! De krachtige gelaatsterken van een vitale twintiger, brede schouders, sterke armen, sportief postuur. Onder zijn openvallende jas droeg hij een afgewassen basketshirt dat zijn borstspieren stevig knuffelde. Zijn wangen waren scherp afgelijnd, zijn stoppelbaardje perfect geschoren. De mooiste man van het dorp. Dat ontging zelfs de bakkersvrouw niet. Nul Evans keerde ze toen ze hem zag, waarbij ze een stippenlijn met rotte tanden blootlachte. Hoi, Tris. Hoe gaat het met die prachtige drieslag van je? Met de kinderen alles prima, sprak Nul terug. Ze hadden dit gesprek elke ochtend. Het was even uitgerafeld als de rest van dit etablissement, dit dorp, hun land. Zijn ogen schoten van haar vuile schort naar haar ranzige nagels, haar zweterige voorhoofd, het haar dat in dikke slierten tegen haar schouders plakte. Ze was hooguit 223 maar het viel hem pas vandaag op hoe uitgeblust ze eruit zag. Net als iedereen hier. Wat zal het zijn? vroeg ze. Ze had dat zinnetje al zo vaak gezegd dat het meer als een bevel klonk dan als een oprechte vraag. Een brood graag, Tris bestelde nul. En terwijl Tris zich automatisch omdraaide naar het rek met de zeven overgebleven broden, voerde hij er nerveus aan toe: En een stuk appelcake, alsjeblieft. Het gesprek van de twee jongens achter hem viel midden in een zin stil en de bakkersvrouw verstijfde. Voilà, en nu is het aan jou. Wat gebeurt er nu? Alles kan, alles mag. Eén bladzijde voor de laatste seconde van maart insturen via de link. <tieding>